Iemand schrijft ons, kunnen jullie boze mensen aan de balie omdenken voor mij? Ik ben receptioniste van de gemeente en krijg op allerlei gebieden boze mensen. boos omdat we smiddags op afspraak open zijn... en boos omdat ze achter in de rij moeten aansluiten... omdat ze juist geen afspraak hebben, et cetera, et cetera. Nou, om te beginnen, een feit is dat mensen aan balies vaak boos zijn. Het lijkt wel alsof balies zijn, we beginnen ook allebei met een B... alsof Bali's ontworpen zijn om boos te zijn. En zeker bij gemeentes... Dat uh, is net zoiets als uh, regen, uh, regen is irritant, boos aan de balie, je hoort er gewoon allemaal bij. En als je dit niet wil, dan moet je niet aan de balie gaan zitten, want dan zit je in de vuurlinie. Daar komen dan juist al die boze mensen naartoe. Dus wil je dit niet, ga dan weg. Neem ander werk bij de gemeente en dan denk je: ja, dat kan niet, ik, ik moet het eenmaal doen. Nou, als je niet anders kan, of als dit is wat je wil, dan zou ik zeggen: denk het om en maak er gebruik van. En dan gaan we nu over het zuivere omdenken hebben. Wat blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek? Dat zo'n 75% van de mensen die boos worden aan de balie. die komen niet boos binnen, maar die worden boos door hoe ze behandeld worden. 75%, dus drie kwart. Dus een ongelofelijke groep mensen worden boos door de manier waarop ze behandeld worden. Misschien is de brief ze zelf ook wel onderdeel van het probleem, maar dit is hijde. Goed. Dus 75%, dus daar heb je dus ongelooflijk veel invloed op. door hoe jij je gedraagt. Kan je heel veel mensen zorgen dat ze gewoon niet boos worden? En die andere 25%, door hoe jij je gedraagt, kan je misschien zorgen dat ze tevreden worden. Ik zou zeggen, zie dit als een voortdurende mogelijkheid om te leren, jezelf te verfijnen. Ga op cursus omgaan met boze mensen. Ga de boeken overlezen. Word expert. Zorg dat die 75% zich in ieder geval niet voordoet. En die 25% dat je die zo goed mogelijk beïnvloedt. Word ze expert in het omgaan met boze mensen. En weet je wat het leuk is? Als je dit heel goed kan, dan durf je te voorspellen dat je ook in de thuissituatie, voor zover je die dan hebt. Of nog hebt, maar dat je ook in de thuissituatie hier enorm je voordeel mee van kunt doen, hebben, zijn, worden. Maak er kort om je expertise van. Dankzij het feit dat je aan de balie zit. Bedankt, gemeente.